Hoi en wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik was bezig met het opruimen van de schuur en toen dacht ik, ik maak gelijk nieuwe surprise boxen. Dus ik denk, ik neem jullie gewoon mee met het inpakken van de nieuwe surprise boxen. Je kunt ze bestellen hieronder in het linkje, mocht je dat leuk vinden. Ik zal het in de video uitleggen hoe het werkt. En ja, op is op. Dus kijk gezellig mee. Oké, ik ga je het een en ander laten zien. Ik wil wel eventjes de voorwaarden erbij benoemen. Hè. Die staan ook als je hem bestelt, staan ze erbij. De surprise box kan niet retour, wat ik al zelfsprekend vind, want er zit voor zoveel waarde in en je betaalt bijna niks. Dus je neemt het risico van een hele surprise box. Je betaalt sowieso verzendkosten over de surprise box. Dus als je er meer bij wil bestellen, dan kan. Maar dan krijg je twee keer verzendkosten. Omdat de pakketten zijn zo vol erg gevuld. Dat er gewoon niks meer bij in de doos kan. Ja, dat is het eigenlijk. Dus ik ga het jullie laten zien. Elke surprise box is dus anders. Maar dan krijg je een beetje idee van wat er ongeveer in gaat zitten. Ik ga jullie meerdere surprise boxen laten zien. Sommige zijn vergelijkbaar. Omdat er bijvoorbeeld van bepaalde producten nog zoveel zijn. Dan verdeel ik dat in de boxen. Maar er kunnen ook boxen gewoon helemaal anders zijn. Maar ik ga jullie een idee geven. Kijk eens. Oh ja, voordat ik begin. De surprise box is... Ik heb alles er nu even los ingezet. Maar ik ga het natuurlijk wel netjes verpakken. Zodat alles steviger in zit. En er geen ruimte is dat er... dat het niet breekt, laat maar zeggen. Ik weet het natuurlijk nooit 100% zeker. Maar ik zal zorgen dat het goed verpakt is. Goed, kijk gezellig mee. Ik heb het dus nu even los ingelegd. Maar hier heb je een mooi IJslands mos in een kleurtje. Een hele mooie slinger. Zijn ook prachtig. Hier een mooi houtstuk. Ja, hier kan dus een schoonheidsfoutje aan zitten. Maar dat maakt het ook wel weer mooi. Ik heb hier het mandje van de Hoornes Overvloed. Oh, ik zie dat ik hier de slinger twee keer in heb. Mooie vaccinehouders industrieel. Zit hier in twee maten zelf. Deze slinger. Potjes, hier zit een box in, er zit een hele lichte beschadiging, maar nog wel heel mooi, zonder om niet te gebruiken. Kijk, deze ga ik even overzetten zodat ieder een setje heeft. Zo. Deze doos. Die. Er zit toevallig nog een kersthanger in, dus die is ook niet echt allemaal oude collectie. Een potje met droogbloemetjes, ook heel erg leuk. Kost maar €6,99. Dan heb ik hier kaarsjes met droogbloemetjes, ook heel erg leuk. Kost maar €6,50. Dus ja, dat kun je al zien. Dan heb ik hier nog een mooi mandje. En deze ga ik nog verder vullen tot hij helemaal tot bovenaan is gevuld. Dit is nog dezelfde box, maar ik heb gelijk alles eventjes. Ik heb het breekbaar is eventjes ingepakt. Riverdale frame is ook van een DIY. Dus dan kan je zelf nog terugkijken of je een DIY kan vinden. Dan heb ik nog vlinders. Ja, die zijn heel mooi, maar het doosje is iets beschadigd. Dus die kan ik niet meer verkopen. Dan hier een zakje met green moss. Brown heet het. Dus bruin moss. Curly takken. Nou, dan begint hij aardig vol te raken. En er zit nog een frame in. Dus als je ziet is deze goed gevuld met frames. Die is nou vol. Gaan we door naar de volgende. In deze box zit ook zo'n plaat. Een mandje. Kaarsjes met droogbloemen. Heel erg leuk. Leuk om op een tafel doen dat te leggen. Zo'n zakje ook. En hier heb ik ook een potje met droogbloemen. Dus dat is aardig hetzelfde als die andere. Even kijken. Ik ga het even goed verpakken. Dan hebben we in deze... pot. Een luxe pot. Een hele mooie luxe pot zit hierin. Volgens mij is die van P&G of Riverdale uit mijn hoofd. Zo, ik doe het even zo. Is misschien iets gezelliger. Die pot dus, die luxe pot zit erbij in. Lijkt mooi in een doosje. Zinkel mandjes. Leuk dat met een plantje. Hier zit een andere kleur, IJslands mos. Ook echt heel tof, trouwens. Leuk voor de kerst, maar daar heb ik dan net eentje van. Hier zit een soort Silantia mos in en kruis. Even kijken. Hier komt ook zo'n leuk setje in. Die pak ik gelijk even in.
Zo, dan hebben we nog ook zo'n slinger. Deze is wel aardig gelijk aan die andere. De mooie vaccines, die zaten dan weer niet in die andere. Ook heel leuk voor de kerst natuurlijk. Ook het Riverdale frame. Dat gaat er nog steeds al liggen. Verstopt in een hoekje. Die glaasjes heb ik mooi ingepakt. Hier komt nog een bonsai takje bij in. Soms kom ik net ergens iets tegen. Een dennenappel. Leuk voor de kerst in het goud. Even kijken of we hier nog iets hebben wat er nog niet in zit. Een setje met bloemschikmaterialen. Nou, dat is de volgende box. Tot aan de nok toegevuld. Gaan we verder. Dit is ook een hele leuke box. Hier zit de PTMD schelp in. Van een DIY video. Ik zal even kijken of ik hem open kan krijgen. We kunnen hem misschien weer zien. De PTMD schelp. Dat was een van de meest verkochte DIY pakketten. Heel erg tof. Ook heel leuk om cadeau te geven met chocolaatjes erin. Die zit in het pakket. Daarin zit een zakje met decoratie. Nog een zakje met decoraties vallen op. En daardoor kon ik hem hier kopen. Decoratiesteentjes. Hierin zitten decoratiehoutjes. Dus dit pakket is er net ook met decoratie. Zo'n mooie guirlandeslingen. Er zit nog een leuk hangertje in voor de herfst. Hier zitten ook die houders in twee keer. Daar heb ik zelf nog wat meer van. Dus ik heb heel veel dit gekocht. Piepschuimbollen, ook leuk om een kerstbol voor van te maken. Er zit er nog wat kerstdecoratie in. Een bennenappel. Een hele mooie pot van Country Field. Heel tof. Met het krakelee. Mooi neutraal. Er zitten nog waterschaaltjes in. Dan hier nog wat mooie moederdag of Valentijnsdecoratie of rood. Die balletjes zijn ook leuk voor kerst. Mooie vlinders. Er zit nog een zakje met houtsnippertjes in. Een heel mooi mandje. Mooie kwaliteit, man. Inpakken zodat alles er ook in past. Stop je zo vol dat het allemaal net past. En deze vul ik nog op met wat meer materiaal. Dus zoals je ziet zijn de boxen echt goed gevuld. Ik ga deze vullen en dan op naar de volgende. Ik heb er nog mooi wat raffia bij ingedaan. Dus zoals je ziet, hij kan allemaal net dicht. Zit er ook mooi geen beweging in. Dus dat is ook fijn voor bij de post. Dit is ook een leuke box. Hier zit een krans in. Een grote krans. In het zwart. Het is een soort draad met ijzerdraad erin. Dat is heel leuk. Een setje met piepschuimbollen. Een groot verpakking schelpen. Dat is echt geweldig. Zwart mos. Dat kun je ook leuk voor de krans gebruiken. Dan zit er nog een setje schelpen in. Een setje met roosjes. De vruchtjes. Hier zit een bol in. Hier zit een frame in. Een heel tof industrieel frame. Het is wel een aardig nieuwe collectie, maar daar heb ik nog echt net een paar van. Deze zitten er weer in met die vaccines. Daaronder zit ook nog eentje met rood uitgangsmos. Dat is ook echt leuk voor de kerst. Zit hier daaronder een bakje met decoratiemateriaal. Zo. Ja, dit frame is ook echt heel tof. En er past nog net wat bij in. Dus ik ga nog iets. Oh ja, mandjes. Ik ga nog net wat bij in doen. Setjes met kaarsjes, kost normaal 5,50 euro, dus met droogbloemen, roze en grijs. En ook hier de schelp met PTMD en dan zit hij echt wel goed vol. Zodat hij ook nog dicht kan. Mooi gevuld. Dan heb ik hier eentje weer met zo'n mooie grote krans. Hier zitten zelfs twee frames in. Een zakje decoratie. Een mooie pot, die heb ik net ook laten zien. Ziezo, heel leuk, kun je elke bloemstukkaart wel gebruiken. Een houtskors in het wit. Dan een bonsai takje, een frame. Heel erg leuk. Een houtslinger.
En dan heb ik daar ook nog van die frames bij ingedaan. Het zit in ieder geval weer goed voor. Ik kan net weer dicht. Helemaal tot aan een bak toe gevuld. Deze, en die heb ik ook nog in het klein. Die komt ook nog in een surprise box. Zoals je kan zien zijn de surprise boxen echt goed gevuld. Er kunnen ook nog surprise boxen komen die helemaal anders zijn. Want ik heb nog een aantal enkele frames. Die ga ik zo nog uitzoeken. Hè. Mooie industriële frames en dat soort dingen. Hè. Die komen ook gewoon in de surprise boxen. Want ik moet echt ruimte maken voor een nieuwe kerstcollectie. En ik kan ook leuke nieuwe dingen inkopen. Daar heb ik ook wel weer zin in. Dus ja, mocht je een surprise box willen bestellen. Ik zal hieronder een linkje neerzetten. Het is dus een verrassing wat je krijgt. Je kan niet kiezen welke box je wil. Maar hij kost ook echt heel weinig. Het is ver onder inkoopprijs. Maar dat vind ik wel heel leuk om ook voor jullie te doen. Vooral voor de trouwe kijkers die altijd kijken. Laat even hieronder weten wat jij van de surprise boxen vindt. Of jij er nieuwsgierig naar bent. Er is een beperkte voorraad. Op is op. Dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Na deze boxen komen er eerst nog geen surprise boxen meer online. Want ik ruim echt alles op. Alles gaat in alle enkele stuks. Dus ja. Er komt wel weer een nieuwe collectie aan. Dat ga ik jullie binnenkort laten zien. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Het is een ander soort video, maar heel erg leuk. Dus ik vind het heel leuk. Ik vind de pakketten echt heel leuk. Ik zal zorgen dat ze goed gevuld zijn. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. En zie ik mij de volgende keer weer. Doei!